bedrag belang hier. Gewoon luxe uit. Ook graag. En met heel veel trots. Niet alleen vanwege het fantastische materieel wat hier staat. Maar natuurlijk het allermeest vanwege het feit dat hierdoor mogelijk wordt gemaakt dat veteranen vandaag in Almelo, Almeloze veteranen, jong en oud zeg ik erbij, want ze zijn er in alle leeftijden, in het zonnetje worden gezet. Door veteranen zelf die dat initiatief genomen hebben. Hopelijk ook met het gevoel dat de gemeente dat steunt. Daar staan we van harte achter dat dat gebeurt. En we doen dat, nou ja, eigenlijk zou je zeggen noodgedwongen door corona, door de coronamaatregelen die er momenteel gelden. Waardoor we niet massaal bij elkaar kunnen komen zoals we een aantal jaren geleden gewend waren met elkaar. Maar tegelijkertijd, vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Ik ben toen meegeweest. Nog met de heer Looms senior. Ik sprak net met de heer Looms junior nog eventjes. En ik heb zelf toen ervaren hoe belonend dat is. Zowel naar de veteranen zelf toe, die dat heel prettig vonden dat ze op zaterdagmorgen soms zelfs letterlijk uit bed gebeld werden. Door in dit geval de burgemeester of anderszins door een collega veteraan. Maar vooral ook het gevoel dat ze krijgen dat er aan hun gedacht wordt. En dat is belangrijk, want ik praat hier natuurlijk een beetje voor eigen parochie. Maar veteranen verdienen het om gewaardeerd te worden. Vanwege de uitzending die ze hebben meegemaakt. Misschien soms ook de ontberingen of het gevoel van gevaar of het echte gevaar dat ze gelopen hebben. De verwondingen die ze fysiek of mentaal hebben opgelopen. En waar ze vaak heel moeilijk mee weg kunnen komen. En het is fantastisch dat wij in een gemeente leven, dat wij in Almelo wonen. Waar een veteranenorganisatie, een veteranencafé actief is. Dat veteranen opzoekt. Dat veteranen ook een beetje in de goede zin van het woord in de gaten houdt. Zodat ze hun verhaal kwijt kunnen. Collegiaal en vertrouwelijk met elkaar kunnen verkeren. Er zijn niet veel gemeenten die dat hebben. En ik ben er heel trots op. Ik ben er heel tevreden mee als burgemeester dat dat ook in onze mooie stad zit. Dank daarvoor, zeg ik, in de richting van de veteranenorganisatie die wij hebben. Dank zeg ik ook aan alle eigenaren van dat prachtige materieel die vandaag meerijden. Om, hoe je het ook wendt of keert, toch dat militaire karakter van die veteraan te benadrukken door met een prachtig legervoertuig voor de deur te komen. Heel fijn dat jullie dat willen doen, dat jullie die rit met de veteranen willen maken. Heel veel plezier, want het is ook altijd wel lol hè, om met zo'n apparaat door de straten van Almelo te gaan. Heel veel plezier daarbij toegewenst. En ik hoop dat jullie heel veel veteranen in Almelo blij gaan maken. Goeie rit toegewenst. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer. Meneer Schutte. Meneer Schutte. Namens de gemeente Almelo wil ik je graag een pakketje aanbieden. En dat heeft te maken met het feit dat we dit jaar weer geen lokale veteranendag kunnen organiseren.